Jullie zijn hoe lang geleden gestart? We zijn 7 september gestart, het vorig jaar, 2017. En we hebben nu een expositie achter de rug van 4 maanden. En nu is het dus tijd om een nieuwe expositie, expositie 2. En we hebben allemaal weer nieuwe kunstenaars. Behalve Erik Lohman en Paul Smit. Wij zijn de galeriehouders, wij blijven hier altijd. En de andere kunstenaars zijn dan vervangen. En er komt iedere keer weer nieuwe bij. Ja. Wat voor uitschieters hebben jullie deze keer? Nou, we hebben deze keer natuurlijk Tom Tegelen met de prachtige stalen beelden. En we hebben dat ook. Dat is een Nederlander? Dat is een Oldenzaler, ja. Hij komt hier gewoon vandaan uit de Oldenzaal en die maakt prachtige sculpturen. Dus die valt op. En we hebben nu ook mensen uit Amsterdam en uit Brielen en uit Zandvoort. En we hebben een grote uitschieter uit Rusland. Dat zijn eigenlijk mensen die net afgestudeerd zijn aan de Repin Art Academie in Sint-Petersburg. En we hebben contacten gelegd met Russische mensen die daar werken. En nu hebben we het zo dat mensen die daar afgestudeerd zijn, mogen hun werken hier in Europa tonen. En die hebben gekozen voor de Kunstbrug. Ze waren hier en toen zeiden ze, dit is wel zo mooi, dat hebben we nog nooit gezien. We willen graag hier ons werk laten. Dus eigenlijk een hele eer, mag ik wel zeggen, toch? Eigenlijk is dat wel een hele eer, ja. Ja, want dat is nog nooit gebeurd? Hier nog niet, nee. Nee. En ik weet niet of het hier ergens anders in Twente het geval is geweest dat hier Russische kunstenaars hun werk hebben getoond. Daar ben ik niet van op de hoogte, maar ik weet in ieder geval wel dat ze nu hier zijn. Geweldig. En hoe lang zijn ze hier dus, blijven hier de schilderijen hangen? Deze mensen hier 4 maanden. En na die 4 maanden komen dus weer andere mensen. En we hebben met die Russische academie nu afgesproken dat zij wel hier dan na die 4 maanden weer met andere Russische kunstenaars komen. Dus die blijft, zeg maar. Dus het is een wisseling van? Het is een wisseling van, ja. En, ja. Je bent hier tevreden over dat je zegt van het is wel dus een heel succes. Hè? Want als ik weer zo'n beetje rondom me kijk, dan is er veel bekijks en veel kunstenaars en mensen die van kunst houden. Ja, we horen ook steeds als mensen hier komen hoe ontzettend mooi het hier is. En wat hier allemaal hangt, iedereen is gewoon heel erg, wordt echt weggeblazen van hoe mooie kunst we hier hebben. En ook de plek is ideaal en heel mooi, zo'n loopbrug. Ja, dat is ook uniek hier in Twente, hier op de woonpromenade in Oldenzaal. En dat hier dan ook nog zo'n kunstbrug zit. De naam is natuurlijk niet voor niks zo bedacht. Is gewoon heel erg mooi. Waar ik dus meestal op let, tenminste dat zie ik gewoon. Je ziet dat als de mensen naar kunst kijken, ik weet niet of je dat met me eens bent. Ze lachen zo, ze zijn zo vertederd. Het is de lichaamstaal wat je ziet, de ogen. Zie je echt van, vol bewondering, echt van wat is dit weer gewoon prachtig. Ja. Nee, maar dat is ook heel erg leuk. Ja, en als ik hier op zondag ben en de mensen die hier dan kijken, ze zijn allemaal ontroerd en hoe mooi het hier is. Ja, kunst kijken is gewoon fantastisch. Ja. En er lopen nogal veel mensen met passie hier, hè? Ja, er lopen heel veel mensen met passie. Ja, inderdaad. Ja, klopt. Ja. Best wel. Je bent tevreden erover dat jullie dit natuurlijk zijn begonnen, neem ik aan. Ja, Erik en ik kunnen heel goed met elkaar en we vullen elkaar aan en hij heeft een idee, ik heb een idee en het wordt steeds mooier en we proberen ook iedere keer het niveau omhoog te tillen en we proberen het ook gewoon een unieke plek te maken voor mensen hier in Twente en ook in Duitsland, hè, dat zit ook vlakbij. Maar we willen ook gewoon het eigenlijk voor heel Nederland, dat er steeds meer mensen hier naartoe komen om te kijken wat hier aan de hand is. Want het is echt heel uniek. Ja, het ziet er ook fantastisch uit. Zeg, ik ga weer even verder kijken. Mag ik je heel veel succes wensen? En zal je me wel eens weer een keertje zien hier. Nou, we nodigen je iedere keer uit bij de opening. Oké, en ik wil er iedere keer weer bij zijn. Oh, dan fantastisch. Leuk. Okay. Dankjewel voor de interview. Dankjewel, jij ook. Dankjewel.